Na een kort nachtje zitten de deelnemers van Nokian Navigate Noord alweer vroeg aan het ontbijt. Hey Peter, mag ik even storen in dit gesprek? Hoe ging het gisteren? Nou, op zich wel lekker. Op zich ging prima. De grens duurde wat langer, dacht ik. Maar achteraf gezien waren wij er heel snel doorheen. Hoe snel waren jullie erheen? Met 2 uur al. Daar zijn de meesten jaloers op. Ja, dat geloof ik, ja. Dat heb ik begrepen inmiddels. Maar als je er staat en je verwacht het niet, dan valt het even tegen. We hebben ook 5 uur aan de Russische grens gestaan. Omdat we ook niet alle papieren exact in orde hadden. We hebben 6 keer de papieren in moeten vullen, omdat we ook nog verkeerde papieren hadden. En een paar wissels van de douane en dan werd je auto weer opnieuw doorzocht. En hoe doen jullie het in de wedstrijd? Want het is natuurlijk ook een wedstrijd, hè? Nou, we zijn een beetje zakkende. We zijn van 1 naar 2 gegaan, dus ja. We moeten er nog even aan trekken. Maar we hebben nog wat dagen, dus dat gaat lukken. Ready. At least I am. En Hans en Renger, klaar voor een nieuwe dag? Ja, we zijn er wel maar klaar voor. We hebben een paar uurtjes geslapen en we kunnen weer. Was het een kort nachtje? Voor ons niet. In verhouding tot anderen zeker niet. Wij gingen om een uur of, wat was het? Een uur of 12 naar bed, denk ik. Ja, 12:30. Het was 12:30. En er zijn teams die zijn nog een uur binnen, hoor ik net. Dus we hebben een fantastische nacht gehad. Volgens mij was het een redelijk kort nachtje. Ja. We kwamen gisteren om 3:30 aan. Nou ja, en nog een klein biertje doen. 7 uur ging de wekker. Maar ik voel me goed. Ik voel me fris en fruitig, ja. Hoe ging het gisteren bij de grens? Ik denk dat de meesten wel het een drama hebben genoemd. Het is lang wachten, je weet niet waarom. Heel vervelend, heel frustrerend. Nou ja, we zijn er door, we zijn er en we gaan ervan genieten. En zo vertrekken de deelnemers rond 8 uur richting het eerste coördinaat. Wat dat is nog een verrassing.